Dames en heren, jongens en meisjes, kijkers van DVS TV. Het seizoen gaat weer beginnen. En het seizoen gaat beginnen met een bekerwedstrijd. Naast mij staat Jan Veldhuizen, de nieuwe hoofdtrainer van DVS 33. Zijn assistent die staat daar onder andere het inlopen te regelen. John Kamphuis is dat. Jan, je bent nu een maand met de selectie van DVS bezig. Bevalt het je? Ja, ja. Ik had al een hele goede indruk van de club voordat ik begon. Ik moet zeggen dat eigenlijk alleen maar bevestigd is. Ik heb het goed aan mijn zin. We hebben goede voorbereiding gedraaid. Alles prachtig voor elkaar en keurig voor elkaar. En beter kan je het volgens mij nooit. Als ik twee woorden mag uitspreken, dat is gretig en energiek. Klopt dat? Is deze selectie dat? Dat hoop ik. Gretig moeten ze wel, want we hebben volgens mij wel... Ja, 22, 23 man in die selectie zitten. Dat is nou gelijkwaardig, dat zeg je niet gauw, maar dat is het wel bijna. Je wordt bij ons op dit moment van wissels volgens mij niet slechter. Dus dat ze gretig zijn, ja, dat lijkt me ook heel verstandig als je in dit elftal wil voetballen. En energiek, ja, we verwachten heel veel van die jongens. We willen ook dat ze heel veel energie in de wedstrijden gaan steken. We willen eigenlijk, en dat zullen al die trainers zeggen, toch op de helft van een tegenstander gaan voetballen en blijven voetballen. En dan maar met ruimte in de rug. Maar tot nu toe gaat het vrij behoorlijk. Ja, inderdaad. Je bent echt voor heel dominant voetballen. Direct druk zetten, de bal willen hebben en altijd van balbezit willen uitgaan. Ja, nou ja, wat ik ook al tegen die jongens gezegd heb. En je hoort hier eigenlijk heel vaak dezelfde geluiden binnen die club. Van joh, we zijn voetballend altijd beter. Ik zeg, nou dat is leuk om te horen. Maar als je dan vervolgens geen prijs pakt. Dan is dat een beetje zonde. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je en goed voetbalt en ongelooflijk veel energie in die wedstrijd steekt. Nou ja, dan denk ik dat er volgens mij met dit elftal best goede dingen kunnen gebeuren. Ja, er zijn trainers die vinden het in de oefenperiode totaal niet belangrijk wat voor uitslag er aan het eind van de wedstrijd op het bord staat. Maar ik denk dat jij een uitzondering vormt. Want jij bent maar wat trots op het feit dat DVS gewoon nog ongeslagen is. Dat ze één keer hebben gelijk gespeeld in de oefencampagne. En dat ze vier keer behoorlijk vet hebben gewonnen. Ja, ja, nou ja, je speelt op te winnen en... Ja, ik heb het er zelf nooit op gehad. Ik vind, je speelt een wedstrijd om te winnen. En ik heb ook tegen hun gezegd van jongens, of ik, we hebben tegen die jongens gezegd van joh, eerst winst. En daarna gaan we kijken hoe goed we gevoetbald hebben of misschien wat minder. Maar we gaan eerst kijken van joh, hoe kunnen we de tegenstander over de knie leggen. En vervolgens gaan we kijken van joh, hebben we dat goed gedaan, zag het er leuk uit voor het publiek. Maar de eerste insteek is altijd winnen. Voordat we het over de opstelling gaan hebben, wat vind jij nou het mooist aan het trainersvak? Nou ja, dat kijken, laten we eerlijk wezen. Ik ben natuurlijk toch een beetje een op hol geslagen puber. En op een gegeven moment kun je zelf niet meer voetballen. En dan ga je toch een alternatief zoeken. Ik ben niet geschikt geweest voor tweede en derde elftallen. Dus ja, dan kom je automatisch een beetje bij het trainersverhaal terecht. En ik vind het gewoon ontzettend mooi om met zo'n groep van die jonge gasten op te trekken. En te horen wat er bij zulke jongens leeft. En je ziet heel veel dingen terug van... 30, 40 jaar geleden, joh. Dat maakt allemaal niet zoveel uit, joh. Dus, het is gewoon, er zit heel veel energie in die gast. En het is gewoon leuk om daartussen te lopen. En zo nu en dan moet je een keer een kat geven. Maar over het algemeen probeer je toch een beetje tussen te lopen. En op de goede momenten bek een keer van je af. Maar dat valt heel erg mee, hoor. Hey, het mooie is dat de energie die bij die jonge gasten erin zit, dat weer terugstraalt op jou zelf. En dat je daar ook weer energie van krijgt. Ja, nou ja, dat klopt. Ja, want ja, kijk, anders had ik achter de geraniums gezeten. En, nee, ja, dit is wel mijn ding, hoor. Ik moet eerlijk zeggen, ik doe het nu een jaartje 14, 15 als hoofdtrainer. Ik heb het voorheen als jeugdtrainer gedaan. Maar ja, het is gewoon, het is leuker als werken. Mooi. Ja. Nou, hartstikke goed. Ja. Oké, ik wil je middels deze hand ongelooflijk veel succes wensen in deze eerste wedstrijd om het Echi. De bekerwedstrijd tegen Grol. Oké, succes. Dames en heren, jongens en meisjes, tv-kijkers van DVS TV. De wedstrijd, de eerste wedstrijd om het Echi in de districtsbeker staat op het punt te beginnen. Nog erger, het is al begonnen. Nou, erg is het natuurlijk ook niet. Maar DVS 33 heeft inmiddels balbezit via Yassin Koert en Ronald Hoek. En gaat langzaam maar zeker natuurlijk al verkennend proberen om het Grol vanaf meet af aan het zo moeilijk mogelijk te maken. Uitdraaiende vrije trap. Een soort halve corner. Wie weet. Nou, dit was al bijna raak van Ali Akla. Mooie kopbal. Maar belandt uiteindelijk een metertje of twee naast het doel. Maries de Ruiter. Twee tegenstanders in de luren. Maries de Ruiter. Paast hem even terug.
naar Daniel van Warven. Die energieke middenvelder van DVS nu. Prachtige paas. Daniel van Warven alleen voor de keeper. Maar via de handen van Max de Vries. De keeper van Grollo gaat de bal over de achterlijn. Eerste kans voor DVS. Nou, ik mag wel zeggen, de tweede kans. Joran van Zanten. Paast hem op Ali Akla. Inkomende Ali Akla. Nu diep op... Eigenlijk een tussendoorpaasje op Maurice de Ruiter. En heel mooi opgelost. Ronald Hoek die mee opkomt. En die misschien wel gaat schieten. Nee, hij paast hem op Daniel van Warven. En daar is het eerste doelpunt van Daniel van Warven. Zijn eerste officiële goal op die prachtige aanval van DVS. Die liep via Maurice de Ruiter, Ronald Hoek. En die bereikte heel goed Daniel van Warven. En met zijn rechtervoet weet hij de bal te plaatsen in de rechterbenedenhoek. Precies ongeveer zo'nzelfde doelpuntje. Toen had hij er nog een individuele actie aan vooraf tegen Berkum. En nu die Daniel van Warven, die aanvallende nummer 10 positie speelt voor DVS. Die bewijst hier gelijk zijn waarde voor de ploeg uit Ermelo. En de stand is hier in Ermelo dus een vrije trap. Misschien wel een vrije trap met mogelijkheden. Zeker voor een vrije trappen specialist. Zo mag je hem zo langzamerhand wel noemen als Mike Arends. Ik zou zo zeggen, Mike, gewoon maar weer bij de tweede paal. Net als tegen Berkum. Komt die aanloop. Hij schiet hem. En hij doet hem gewoon via de eerste paal. Hij doet steeds niet wat ik zeg. Tegen Berkum zei ik, eerste paal. Doet hij hem in de tweede paal. En nu... In deze wedstrijd. Tweede paal. En wat doet hij? Hij schiet hem gewoon bij de eerste paal binnen. Het is een heel eigenwijs jong. Maar hij heeft wel een lekkere trap. 2-0 voor DVS 33. Ook aan Soy kwam daar een stuk hoger dan de aanvoerder Walter Bos. Maar daar had hij een overtreding voor nodig. En de scheidsrechter fluit daarvoor. Vrije trap. Grol bouwt op via de rechterkant. Nu weer Stronkhorst. Een handige voetballer. Weer via de aanvoerder. Prima paas op Porskamp. Daar aan de rechterkant. Zet die bal voor en daar komt een kans. Maar jongen, dit is een 100% kans. Hier had Johan Houben wel wat meer aan kunnen doen. Die had die bal zomaar in dat gapende gat de rechterhoek kunnen plaatsen. Eerste echte grote kans voor Grol. Ingooi Mike Arends. Stefan de Geiter. Yashin Kurt. Prachtige paas. Oh, jongen. Wat een miraculeus mooie paas. Voorzetje. Het hield het midden tussen een paas en een voorzet van Yashin Kurt. Toch weer Edmund Mijn hier. Heersend met zijn hoofd. En nu Mike Arends. Alleen op de doelman af. In het strafschopgebied. En wat doet hij? Wat doet hij? Oh, via de hand van de doelman. Ja, ik wilde net zeggen, een uitval van DVS 33. Mike Arends die helemaal alleen op de doelman afkwam. De zoveelste kans voor DVS 33. En hij wilde die bal even subtiel in het linker benedenhoekje plaatsen. Maar hij had hem veel beter hard in de eerste, bij de eerste paal tegen de touwen aan kunnen rammen. Moeten maken. Nu, Maurice de Ruiter, die daar helemaal in zijn eentje vandoor gaat. En de hele verdediging van Grol passeert. En nu onreglementair wordt tegengehouden. En dat betekent dus een penalty voor DVS 33. Maar hij kan in wezen ongelooflijk snel zijn. Hij mag zelf die penalty nemen. Dat gaat hij gewoon doen. En hij kijkt goed naar de keeper. En plaatst die bal heel makkelijk in de linker benedenhoek. Zodat DVS 33 hier nu definitief de wedstrijd in de knip heeft. En een 3-0 voorsprong heeft.